Okidoki, daar zijn we weer. 16 januari, donderdag. En maandag en woensdag gewerkt. En op zich heel erg leuk. Eén persoon, nou, vind ik wat minder, maar op zich gaat het wel. En gisteren was het heel leuk, want die ene hele lieve vrouw was er toen ook weer. Dus dat was hartstikke leuk. Extra leuk bedoel ik, want het is sowieso heel erg leuk om te doen. Maar dat maakt het wel extra leuk. En een beetje aan het rommelen geweest in huis al. En vandaag ben ik daarmee verder gegaan. En, jawel, I did it. Ik ben door een nare ervaring als kind ontzettend bang geworden voor de tandarts. Maar ik ben wel geweest vanmorgen om mijn kies te laten trekken die al meer dan een jaar geleden afgebroken was. Dus, yes. Ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. Met hulp van de assistenten. Mocht haar hand vasthouden. Maar in ieder geval is het me wel gelukt. Alleen af en toe lijkt het of het nog steeds een beetje aan het nabloeden is. Ik heb 2 keer braaf op een gaasje gebeten, zoals de tandarts zei. Maar ik heb het al vaker gehad dat het nog een tijdje nabloedde. Dus op het ene moment denk ik, oeh, het bloedt nog steeds. En op dat moment denk ik, het gaat goed, dus ik weet het niet. Ik doe heel voorzichtig aan in ieder geval. En vanavond even lekker een biertje om mezelf te belonen. Dat heb ik overlegd, dat mocht. Dus ik hoor geen kwaad. Ja, kijk, hij bepaalt niet of ik bier neem, maar in verband met de trekken kon geen kwaad. Als ik het maar op eentje hield, dan was het verder niet erg. Tenzij dat het natuurlijk moeilijk blijft doen, dan doe ik het niet. Maar goed, we zien wel. Maar de woonkamer is in die zin dus veranderd dat nu aan die kant een bench staat en een tafeltje. Naast het wandmeubel. En daar staat het derde vitrinekastje nu bij, want die stond dus in die hoek die ik net liet zien. En de bank is doorgeschoven. En de kattenbak staat daar in dat hoekje nu. Dus het is een beetje een andere indeling eventjes. Ik zit al even te twijfelen of ik met dit tafeltje ga doen. Of dat ik die ook op een andere plek ga zetten. Maar goed, voorlopig staat hij nog eventjes hier. Dus we gaan het zien. Ik heb de tafel toch maar wat verder naar achteren geschoven. En die ene stoel erachter gezet. Dan kan dit tafeltje namelijk nog wat doorgeschoven worden. Dan staat het nog een beetje voor de bank in ieder geval. Ik weet niet of het bier erin gaat zitten. Anders dan komt het morgen wel. Maar in ieder geval even frietjes besteld. Dat eten namelijk het makkelijkste. Even aan de andere kant. Dan kan je dat goed stoppen, zeg maar. Laters.